Dr. Heidi Berenstein heeft Huizen Campagne een bibliotheek leeshoek geschonken. Dit project is tot stand gekomen met ondersteuning van de gemeenteleden van de EBG Den Haag en de zusterkring Procisa. Berenstein heeft ervoor gekozen een bibliotheek te schenken om het leesgedrag bij de pupillen te bevorderen. Directeur Sylvie Campagne stelt het op prijs dat er ook op een andere manier aan de pupillen wordt gedacht. U ziet het hier, de kast staat er en we zijn er blij mee. Kinderhuis Gerardina Johanna Campagne bestaat al een hele tijd, al meer dan 60 jaar. Het is opgericht door mijn oma en ik ben de derde generatie. Het is van mijn oma gegaan op mijn moeder en nu ben ik het. Mijn oma was nog van de oude garde, zal ik u allen zeggen. Ze wilde eerst nooit een stichting hebben. En ik probeerde dat ook vast te houden, maar helaas, tot voor kort zijn we nu een stichting. Ja, ze zal het misschien erg vinden in de graf, maar ik denk het niet, want ik heb tot haar gesproken. Ja, dus dit is het tehuis. We hebben nu bijna 80, 82 kinderen. En dit is wat we hebben. Onze stichting leeft van donaties en eigen middelen. Campagne zegt dat het een particulier kinderthuis is dat geen subsidie krijgt van de overheid. De directeur is tevreden met alles wat zij krijgt aan donaties. Berenstein geeft aan dat zij wetenschapper is en dat onderwijs dicht bij haar hart ligt. Dus toen ik kwam, toen waren er 75 kinderen, nu zijn er 82. Dacht ik, oh Guus, dit is echt een vijver om iets mee te doen. Je kan ze zoveel dingen leren, je kan ze trainen om muziek te doen. Je kan, want je hebt allemaal bij elkaar. En om te beginnen dacht ik meteen aan die bibliotheek, want ik dacht aan lezen. Lezen is bevorderend voor je verdere ontwikkeling. Ja? Het is een project van mij geweest, ik ben ermee begonnen. Maar ik heb het niet alleen gedaan. Ik heb het gedaan met ondersteuning van familie en vrienden in Nederland. Kinderhuis Campagne bestaat al langer dan 60 jaar en herbergt momenteel iets meer dan 80 pupillen. Deze variëren in de leeftijdsklasse van 2 maanden tot 23 jaar.